Kijk, en dit schaap is ernstig. Zijn hoofd is veel te dik. En die zal geëuthaniseerd moeten worden. Die gaat het niet redden? Die gaat het niet redden. Het is weer een wolf. Voor de tweede keer dit jaar. Hoe weet je dat zo zeker? In de nek gebeten. En dan daar zie je bloed en dan, ja, dan is het een wolf. Omdat wij de vorige keer met DNA-afname, die man heeft ons uitleg gegeven. Ja, dit moet een wolf zijn. Ik kan niet heel de dag bij de schapen zitten en mijn varkens moet ook verzorgd worden. Het maakt u zelfs overwegen om het maar helemaal te stoppen? Ik denk dat er wel op neer zal komen. Of er moet van overheidswege andere maatregelen genomen worden. Stoppen maar met pijn in het hart? Ik denk het wel, hè. Ik zeg, ik heb van mijn 10 af al schapen. Ja, ik ben nou 60. Ja, dan hou ik er maar een keer mee op, hè.